We moeten mogen winnen. Of tenminste, laat ik zo zeggen, wij willen mogen winnen. He, met die intentie stappen we het veld op. En niet met iets anders. De belangrijkste vraag tijdens de persconferentie was of Quincy Promes en André Onana dinsdagavond tegen Valencia kunnen spelen. Het antwoord van Erik ten Hag was duidelijk. De zieke boeg is dat Neres, Labiat, die waren al zeker weg. Promes zal er morgen niet bij zijn. En verder denk ik daarboven iedereen kunnen beschikken, zoals ik het nu zie. Dat Promes niet inzetbaar is, is een behoorlijke streep door de rekening. Ja, natuurlijk. Hè. Dat is kwaliteitsspelen. Belangrijk in ons aanvalsspel. En als je al Labiat en Neres moet missen, en dan komt hij erbij. Maar het is zoals het is. En ja, verder hebben we nog steeds spelers en een selectie die dat kunnen opvangen. Ajax liep vrijdagavond tegen de eerste nederlaag op en dat kwam wel even hard aan bij de selectie. Natuurlijk moet je zaterdag dan moet je even verwerken. En natuurlijk is het chagrijn. Is dat ook goed? Dat is heel erg goed. Maar daarna moet je het weer loslaten en dan kijk je naar voren. En dan kijk je naar een heel mooi affiche. Ik kan wel de hele tijd erbij neer blijven zitten, maar gelukkig hebben we heel veel wedstrijden. En hebben we morgen weer een kans om dat weer te vergeten. En ik denk, daar gaat alle focus naar uit. Wij zullen gewoon vanuit eigen kracht uitgaan, wat we altijd doen. Ons eigen spel spelen en verder niet te veel nadenken. Tuurlijk zullen we wel, hè. We weten wat voor resultaat we nodig hebben. Maar ik denk, wij zijn een team, wij willen altijd ons eigen spel spelen en ook voor de winst gaan. En dat zullen we morgen weer doen. Wij moeten mogen winnen. Of tenminste, laat ik zo zeggen, wij willen mogen winnen. He, met die intentie stappen we het veld op. En niet met iets anders. Inmiddels heeft een deel van de selectie alweer een groot aantal wedstrijden in de benen. En dat is soms te zien op het veld. Ja, dat kan mentaal soms het geval zijn, ja. En ik denk dat dat ook wel afgelopen vrijdag reden was. Alleen, ik zeg met nadruk op mentaal, natuurlijk voelen ze wat. Dat zijn, in topvoetbal voel je altijd wat. En zeker na zo'n zwaar jaar. Alleen, ja, een mens kan ongelooflijk veel. En die grenzen die kunnen nog zeker opgerekt worden. En ja, ze zullen nog 4 keer gas moeten geven dit jaar. En te beginnen morgen. Ten Hag verwacht niet een heel andere wedstrijd dan in Mestalla begin oktober. Ik denk dat het 2 ploegen zijn en die voetballend heel erg sterk zijn. En we zullen zien wie de sterkste is. We weten natuurlijk Valencia een beetje hetzelfde type spel als ons. Ook wil voetballen. En, uit hebben we gewonnen, maar hebben ook gezien dat hun veel kwaliteit hebben. En ja, wij zullen gewoon de wedstrijd helemaal opnieuw moeten benaderen. En, vol gas moeten gaan. Ajax heeft een goede uitgangspositie voor overwintering in de Champions League. Maar het kan ook nog uitgeschakeld worden. En dat is met 10 punten wel een beetje een vreemd idee. We moeten ermee dealen. Normaal met zoveel punten, ja, dan ben je al eigenlijk wel geplaatst. Maar goed, dat is nu niet het geval. En wat ik zeg, wat de trainer ook gezegd heeft, wij zijn altijd een team dat voor de winst speelt. Dat zullen we morgen ook doen. Maar je moet altijd in je achterhoofd houden, met welke stand je eventueel geplaatst bent. En dat zullen we ook doen. Maar verder gaan we vanuit eigen kracht uit. En dat is het. Ondanks dat Ajax koploper is, heeft Ten Hag niet het gevoel dat de druk voor Ajax groter is. Ik denk, beide hebben hetzelfde doel. En dat is namelijk overwinteren in de Champions League. Dus we moeten beide.